ouders met kinderen speelden, was er een groep kinderlokkers die praktijkexamen moesten doen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie hebben voorbereid. Kijk, we hebben zelfs een hond meegenomen om de kinderen mee te lokken. Een hond meegenomen als lokmiddel. En daar hebben we een groepje kinderen die we mee gaan proberen te lokken. Oké, we gaan ze lokken! Ik ga nu echt zien! De aanloop ziet er eigenlijk wel goed uit. Nicola. Hallo. Wat zijn jullie lief aan het spelen? Dat doet wij altijd. Zouden jullie met ons mee willen lopen? Wij weten ook een heel leuk plekje om te spelen. Nee, we vinden het hier wel leuk om te spelen. Ja, maar kijk eens, ik heb hier echt een hele leuke hond hoor. Wel een hele leuke hond. Hoe heet die? Bobby. Zullen we naar binnen gaan? Doeg. Oh nee, ze verliezen. Nee, kom op. Hier, ruiken naar lekker zoet. Snoep, lekker. Ja, ik ruik het ook. De snoep werkt altijd, ja, echt altijd. Ja, kom maar. Ik ruik het ook. De vader en moeder waren thuis erg bezorgd om hun kinderen. Waar blijven ze nou? Ze moesten hier al lang zijn. Schat, ik weet ook niet waar ze zijn. Ik ga even Truus en Wim bellen. Hey Truus, waar zijn eigenlijk Anouk en Casper? Zijn ze toevallig bij jullie? Nee, ik weet ook niet waar ze zijn. Ik ben echt dood ongerust. Weten jullie misschien iets? Nee, we weten eigenlijk ook niets. Komen jullie dan even bij ons? Want we zijn echt dood ongerust. Nee, we gaan gelijk naar het politiebureau. Zullen we daar afspreken? Oké. Okay. Op het politiebureau was de melding van de vermiste kinderen al binnengekomen. Oh, ik heb net een melding binnengekregen omdat er ouders... hun kinderen zijn vermist en die komen dadelijk op bezoek. Ah, oké. Oh, vermiste kinderen, dat is wel een hele serieuze zaak. Ga even zitten. Welkom. Waar heeft u de kinderen als laatst gezien? Vanochtend thuis. Kijk, dit zijn ze. Dit is Casper en dit is Anouk. Oké. Misschien hebben we wel informatie over kinderen. Oh, ik zie het al. Het is Trouwsplein. Daar moeten we nu onmiddellijk naartoe. In plaats aangekomen deed de politie gelijk een sporenonderzoek en ondervraagde zij getuigen. Nee, ik zie hem niet. Hebben jullie hier iets verdachts gezien? Nee! Hé, hey, wat is even? Wat is dit? Kuiperstraat! In de schoolplaats namen de meeste kinderlokkers het praktijkexamen door. We hebben jullie werk geëvalueerd, maar het gaat niet zo goed. Het ging niet zo goed. Ja, maar we hebben toch met de hond en zo geprobeerd? Ja, dat hebben we ook hier in het schema gezet, maar het snoep komt altijd eerst. Snap je niet als jullie met snoep alle kinderen kunnen lokken? Dat is onze eerste keer. Ik dacht dat we het wel goed deden. Maar jullie deden het wel goed. Maar niet goed genoeg. Dus we hebben besproken en geven jullie een 5,9. Volgens mij zijn we het spoor kwijt. Ik ga even onder dat doek kijken. Hé, hier, voetstappen. Ik hoop dat deze voetstap naar deze ruimte leiden. Doe maar een stap terug, ik schiet hem open. Nee, dat ben ik. Ja, ze zijn hier. Oh my god. Leefden de kinderen nog? Niemand wist het. Oh, papa. Presenteerde een van de kinderen hun idee om kinderlokken tegen te gaan. We hebben met z'n allen nagedacht over een anti-kinderlokker snoepzak. Dat is dat iedereen zijn eigen snoepzak bij zich heeft. En dat hij dus niet meer gelokt kan worden met snoep en dat hij zijn eigen snoep heeft.